deze nu een video van Bolstar. Vandaag ben ik naar een psycholoog geweest. Ik heb leuke gesprekken gehad. Ze zei ook dat het goed met me ging, dus ik had positief. Er is een pakketje gekomen vandaag. Mijn broer heeft die gekocht voor zijn zoon. Voor en zo. Dus ik ga het even laten zien wat erin zit. Dat is wel leuk om te laten zien. Want ik weet natuurlijk wel wat erin zit. Dus het is prachtig eigenlijk. Er zijn altijd zo reclametjes erin. Dit is de doos trouwens. Zo. En dit zijn de schoentjes. Schoon hè. Echt prachtig. En met die stickertjes erop. Echt schoon. Mensen zal trots zijn. Alles mooi te insteken. Wat er goed met mijn mondjes gaat, daar gaat het zeer goed mee. Ik zal het eventjes laten zien. Ik ga jullie eventjes de dingen zetten. De waterkoker. Kijk, het is goed aan het genezen. Ik vind dat de streepjes niet meer zoveel opvallen. Alleen natuurlijk hier. Dat zie je wel. Voor de rest valt het eigenlijk nog allemaal wel mee. Dus ik ben wel trots op zich. Heel trots hoe het in mij gaat. Vandaag gaat er niet zo heel veel gevlogd worden. Ik ga een beetje rusten eigenlijk. Een beetje genieten van de zon ook. Maar vooral rusten. Nadenken. Ook over wat ik van plan ben. Want ik ga een verjaarsfeestje geven de 25e. Voor mijn goede vrienden. Dus die ga ik sowieso uitnodigen. Die zijn al uitgenodigd trouwens. En dan ga ik ook eens kijken. Ik ga voor de rest nu nog wat genieten. Het is een korte vlog, ik weet het. Maar ik wil je toch even laten zien en zijn schoentjes eruit zagen. Alles gaat goed. Dus voornaamste. Maar ik ga toch vandaag een beetje rusten. Want dat is ook wel nodig na de zondag en zo'n ding allemaal. En dan ga ik ook de batterij opladen. En dan zien we elkaar morgen gewoon weer terug in een gloednieuwe video. Ik hoop dat je het een leuke video ziet. Duim omhoog, vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we weer. Welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Ik heb gezien dat er post is van Studio 100. En dat vind ik altijd superleuk. Ik heb het adres even doorgedaan. Want natuurlijk, ja, het adres weet ik natuurlijk niet in beeld. Dus ik ga het even hier plaatsen. Zo. En ook nog voor TikTok. Dus ga ik hier plaatsen. Nou, dit is namelijk de brief. Zeer benieuwd. Even openmaken. Een brief zit erbij. Dat gaan we eerst eens onder handen nemen. Hey, allerliefste Sil. Om jou te bedanken dat je zo grote fan bent bij ons. Geven graag deze handtekeningkaartjes. Kusjes, knuffels, Hanne, Marten en Klaasje. Super tof. Een leuke brief. En is er allemaal handtekeningen in. Oh kijk, dus zo'n handtekeningkaartje. Deze. Natuurlijk kon deze niet mankeren. Super, super tof. Dankjewel K3. Een echte hele waaier. Dus ik vind het echt al super leuk. Vonden jullie dit een leuke video? Zeker duim omhoog, vergeet niet te abonneren en morgen zijn we weer. Hey, welkom in deze nieuwe video. Vandaag heb ik de Bolstar spaghetti klaargemaakt voor meer dan 300 mensen in de live. Maar ook voor jullie. Dus ik heb de live ook gewoon, ik ga de live ook gewoon opslagen en hier plaatsen. Die zien jullie morgen verschijnen namelijk op YouTube. Maar vandaag komt natuurlijk Sirke en Metap komen dan hier. En dat is natuurlijk altijd super leuk. Want natuurlijk je mist natuurlijk altijd wel heel snel. Dus het zijn echte toppers. Dus ik kijk er naar uit. Straks gaat de belproef komt ook. Ik was aan het zoeken waar mijn konijn was, maar die heb ik nog niet gevonden. Dus, maar dat komt bij in orde. Maar ondertussen heb ik wel wat opgekuist al. Ik ben wel een beetje druk bezig. De gsm moet momenteel in. Dus en zo zien de wondjes eruit. Ik ga er nu wat zalf aan doen met je dog staan. Dus daar ga ik eerst mee beginnen. Zo.
Dat is heel belangrijk. Dat het goed geneest. Zodat we mooi worden. Hè? Zo precies alles of je op een bikini gaat, als je dat moet doen. Zo. Nu op zijn plaats zitten. Als je op te ruimen, dan is het ook nodig om alles op zijn plaats te kakken. Ik ga mijn handen wassen. Even zo. Welkom. Hoi, hoi. Hey. Ja, ja, ja. Nee? Onze boef. Schattig, hè? We gaan. De bal. Waarvoor? Bel. Geef. Geef bel. Klaar voor de start. Kijk, wie hebben we hier? Schoon, hè? Vertel het eens, ik heb een idee. Ik had eigenlijk geen idee, ik zou in een boek schoen. Schoon, hè? Schoon. Prachtig. Ik vond je het een leuk feest, zeg het, een mooi vergeten dat wanneer en morgen zijn er weer.